Canvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Wij gaan naar meneer Koblijn van Koblijn. Is John van Koblijn, is dat de voornaam? U bent daar, NPS'er? Ja. Uh-huh. Hoe gaat iedereen het met u? Iedereen zegt Kobi tegen mij. Kobi, Temita Kobi dan al. NPS stoppen in rusten. Heb ik hem goed verwoord? Nee, ik ben niet in rusten. Oh. Ik apprecieer het namelijk veel meer dat men me Kobi noemt. Want dat brengt me een beetje terug naar mijn roots waar ik vandaan kom. Waar je al die namen hoort, zoals Poki of Onana of ga zo maar verder. Het is natuurlijk belangrijk dat ik me happy voel in mijn vel. Dat ik weet dat ik een naam heb die ik zelf heb gemaakt. Want alle andere namen bijna die we hebben, zijn namen die door onze slavendrijvers in feite gegeven zijn aan ons. Dus ik apprecieer het wanneer mensen me Kobi noemen. Oké, dus ik hoef niet meer te zeggen John van Koblijn. Nee, Kobi is genoeg. Is beter, je moet het nog in het paspoort veranderen, want in het paspoort die straks als u hier komt, hebt u meneer John van Koblijn gezien, gaat men blijven roepen. Misschien moet dat heel snel gaan gebeuren. Ja. Misschien is dat een eerste stap. Ja, officieel toch? Maken. Mm-hmm. Ja. Uh-huh. Waarom wilt u niet meer van Koblijn heten, maar Kobi? Ik vind het belangrijk dat ik toch het gevoel heb dat ik ergens uit Afrika vandaan kom. Mm-hmm. Waar weten we niet precies nog. Ja. Maar het is belangrijk dat je jezelf bent. Dat je je ik bent. En weet waar je grootouders vandaan komen. En al je neven en je ooms. Het is toch verschrikkelijk dat vele van ons, wij zwarte mensen, men gaat straks zeggen, mensen met de Afrikaanse roots, dat is beter gezegd, dat wij niet weten waar we vandaan komen, wie onze neven zijn. Ik kan ergens in New York rondlopen, of in Atlanta, of in India. En er is een neef van mij die me gewoon weg in mijn gezicht aankijkt en ik weet het niet. Dat zijn toch wel hele moeilijke dingen voor ons als mensen. Oké, velen van ons besteden daar geen aandacht aan. Maar ik denk dat om ons op te willen werken misschien in de toekomst, dat we toch wel een antwoord op dit soort vraagstukken gaan vinden. U kunt het ook simpel houden door te zeggen, Kobi, kom van Saramaka of Kona, Kona Ningre. Het zou kunnen, toevallig ja. Zeg je Saramaka. Maar you know Saramakana? Ik heb begrepen dat sommige van onze mensen ook daar vandaan komen. Maar mijn moeder is McDonald en wij komen dus uit Koroni. Dus ik ben ook een trotse Koroniaan. Mm. Ja, ja. Nou, je moet eerst weten waarvan Suriname op de eerste plaats. Toch? Ik ben Surinamer in feite. Ik ben net zo trots als ik een naam zou krijgen uit Sipaliwini. Uh-huh. Of uit Apura. Of uit Saramaka. Of uit Marawai, dat maakt mij niet uit. Ik ben een trotse Surinamer. Belangrijkste, je bent een trots mens. Je bent een trotse Surinamer en een trots mens. En ook een trotse NPS'er in rusten. Want je bent niet meer actief in de partij, toch? Nee, laten we liever niet over de NPS praten. Waarom? Ja. Dit is de regeringspartij, dat is de partij van Kobi. Kobi was een man die actiecomité had binnen de NPS. Wanneer bent u de mond gesnoerd? Nee, kan niet de mond worden gesnoerd. Hoor. Dus ik ben op een bepaald moment opgestapt. Uh-huh. Omdat ik niet meer mijn heil kon vinden in de issues die aan de orde werden gesteld. En heb gezegd om buitenblik tot hier en niet verder. Maar laten we daar niet te veel over uitweiden. Want het is niet zo belangrijk op dit moment. Maar politiek bepaalt de richting van de mens, toch? Nee, niet alleen politiek, hoor. Ik ben geen minister geweest, maar ik heb wel een aantal dingen kunnen realiseren. Ik ben nu op dit moment ook geen minister. Maar als er stomiteiten worden uitgehaald, ben ik wel in staat met anderen dat recht te helpen
zetten en rechter helpen praten. Dat zijn belangrijke issues. Je hoeft niet in een positie altijd te zijn om topprestaties te leveren. Begrijp je? Een trainer, een coach is ook niet op het veld. Maar spelers zetten weergaloze partijen neer en bereiken successen. Dus een functie zegt me niet veel. Het zou natuurlijk leuk zijn om via de functie meer dingen te kunnen realiseren. Maar Bachelor Life, een mens hoeft niet allerlei kwade activiteiten te ontwikkelen, verraad te plegen en onbeschoft te zijn of corrupt te zijn om succes te hebben. Nee, absoluut niet. Maar ziet u dat wel gebeuren? Dat mensen, ziet u dat in uw omgeving? Nou, kijk, corruptie is niet alleen financieel. Corruptie is ook de lelijke denkpatronen die wij hebben opgezet. Die hebben geleid naar waar we nu zijn. Een land van 1,80 voor de dollar die we betaalden. Nu naar bijna 24.000 SRD die je moet betalen voor een dollar. Daar zit de pijn in. Daar zitten de oplossingen die gevonden moeten worden. Toen de tijd, maar ook nu, zeer ernstig. Mensen die met pensioen zullen gaan over 5 jaar of 10 jaar, weten nu al dat ze in armoede zullen zijn. Mensen die over 20 jaar zelfs gaan, weten het. Wat voor samenleving zijn we? Dat we daar geen oplossing voor zoeken en oplossing voor vinden. Allerlei discussies hoor je tussen mensen, waarbij de ene de andere probeert te sizen. Wij tikken nou een soort in de voetballerij hadden we een speciaal, maar CB. Nee. Dat zijn de gesprekken die we voeren met elkaar. Terwijl de gesprekken die wij zouden moeten voeren met elkaar zijn gesprekken waarbij we elkaar leren en elkaar sterker maken. En ervoor zorgen dragen dat Suriname tot een top land gaat behoren. En die potentie hebben we. Alleen die potentie wordt door de politiek, sommige politici, vernietigd. Doordat men allerlei rare ideeën de wereld in helpt. En dat hebben we gezien met die meedogenloze wijze van beleid. Dat geleid heeft tot het disaster waarmee we nu geconfronteerd worden. En als deze regering denkt dat zij zich gaat meten met die vorige regering, terwijl ze zich helemaal niet moet meten met die regering. Die regering van nu zou zich moeten meten met de regering van Amerika. En van Barbados. En van, laten we zeggen, Europa, Duitsland, et cetera. Dan zeg ik van, daar ben je goed bezig. Want wat die vorige regering heeft gedaan en heeft achtergelaten, is een complete puinhoop. En jij moet nu ervoor gaan zorg dragen dat je de dingen gaat doen die zowel de arme mensen als het bedrijfsleven als de staat Suriname in staat stellen, zeg maar, grote sprongen voorwaarts te maken. Dus met de man ook alweer Edenanga, Wallop Kim Chinsani, die heeft dat gezegd en die vindt dat, nee, laat die mannen systemen en patronen opzetten waardoor dit land op vrij korte termijn, en ik zeg het u, overnight zouden een hoop dingen kunnen veranderen en het land zou beter voorstaan. Maar ik zeg, in 5 jaar tijd kun je zoveel grote sprongen voorwaarts maken dat je als Senamang, Senauma heel trots zal zijn op je land. Maar waarom komt die ontwikkeling niet? U benoemt ze, hè? Van, wij waren eens bezig met het verschil tussen een koe en een stier. Zoon van een assemblée die gestolen zou hebben in plaats van een grotere issue. Waar komt die putlulligheid vandaan dan? Omdat we niet studeren. We zijn niet creatief genoeg. We zien elkaar als concurrenten. We willen verraad plegen. Kijk, als politiek voor mij zou moeten betekenen dat ik de grotere verrader moet zijn dan wie dan ook, dan kan de politiek voor mij gestolen worden. Wat ik wil is huisvesting oplossen voor de mensen. Wat ik wil is een nieuw stadion bouwen. Wat ik wil, hele goede universiteiten neerzetten. Wat ik wil, is productie maken. En niet productie waarbij mensen praten over export van 5 manja's
en 20 borgus. Nee, het moeten miljoenen flessen borgus zijn. Het moeten miljoenen flessen water zijn. Het moeten, laten we zeggen, een miljoen ton rijst zijn. Het moet een 2 miljoen vis, ton vis zijn. Maar iedereen bekijkt dat ding alsof... Nou, chin sani, weet je, is hij weer dwing. Harwan Tafrakon, dat we vergaderen. Schrijven we aan een korant, dan gaan alle Amerikanen naar Suriname komen. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dat is geen ontwikkeling. Ontwikkeling is je geven als mens. En ontwikkeling is namelijk de potentie ontwikkelen voor alle Surinamers. Zowel in Nederland als in Suriname, om aan hun trekken te komen. Weet je hoe lang ik al sprak over voetbal, dat we die voetballers uit Europa zouden moeten gebruiken? Weet je hoe lang ik al praat over dat de Surinamers in Nederland onze broeders zijn en dat ze een onderdeel zijn van de markt, een onderdeel zijn van de samenleving? 32, 35 jaar al. En ik praat al 35 jaar over diaspora-beleid. Ja, toch? Dat, zo wordt het tegenwoordig. Al heel lang. U heeft de documenten gezien die ik heb opgestuurd in het verleden. Al 35 jaar lang praat ik over bepaalde dingen. Over productie. Ik ben in 75 in Zweden en Noorwegen geweest om te praten met de mensen van Volvo, om te kijken hoe we hier uit de aluminiumindustrie, zeg maar, hoe noem je dat weer, auto-onderdelen zouden maken. Assemblage en zo voor Volvo? Niet eens assemblage, echt maken, origineel maken. Oké. Ja. Maar het is niet van de grond te komen. In 75, 76 heb ik Baitali en de Hollandse aannemingsmaatschappij, een van de grootste aannemers van Europa, heb ik bijeengebracht met Baitali. En kijk hoe sterk Baitali uit de bus is gekomen door samen met hun het quarantainekanaalproject uit te voeren. Dus je moet een bouwer zijn. Je moet iemand zijn die een visie heeft. Je moet iemand zijn die geloof heeft. Die samen met anderen wil werken. En elke dag appreciëren wat God je geeft. Dat is hetgeen waar ik naartoe wil gaan met het land. Dat iedereen een huis heeft waarin hij zich lekker voelt. Dat die kunst en cultuur, dat het onderdeel is van haar of zijn leven. Dat de omgevingen waarin concerten worden gehouden, waarin wordt gevoetbald of elke sport, dat het mooie plekken zijn, aantrekkelijk zijn en dat top- en wereldprestaties geleverd kunnen worden door Suriname. Kijk maar naar wat die jongens op het gebied van gevechtsport leveren. Kijk wat dingen ook gedaan heeft, hoe heet die weer. Al die jongens in de profvoetballerij in Holland. Wat we hebben gezien met Robin Hood. In 76 hebben we neergezet een prestatie met Robin Hood. Tot in Rotterdam met Feyenoord gevoetbald. Met Ajax gevoetbald. Met al die ploegen. Sommige, we hebben ze op voetbalgebied hebben we ze een lesje geleerd. Begrijp je? Dus er is veel dat we kunnen doen. Heel, heel, heel erg veel. Heel erg veel met Teggy. Maar kom je, ik krijg stukken van heel veel mensen uit Suriname om te lezen. En die zeggen mij, doe iets mee. Ik lees de meeste niet hoor, maar van u lees ik wel. U bent een visionair. Hoe komt het dat u dan op de reservebank zit als NPS'er? Terwijl NPS in de coalitie zit. Ja, kijk, ik ben een man, ik heb geduld. En ik ben een man van praten. En ik ben een man van overbrengen. Maar als ik verraad moet plegen om in een positie te zijn, dan nodé. Begrijp je? Dan sooner or later zullen al die dingen komen. Sooner or later. God zet de weg uit voor het hele volk. En we will arrive. Zoals die jongens zingen van uit Rotterdam, Kankantelino, de manning. Mm-hmm. One day, umboto dora shore. Begrijp je? Dat is natuurlijk mijn visie, maar ik stoot tegelijkertijd, ik schrijf tegelijkertijd, ik breng het over bij mensen. Sommige mensen willen rennen om posten te nemen, maar ze zijn niet in staat die posten te dragen en die posten, zeg maar, te gebruiken om anderen sterker te maken. De mij trangen zoals de revie. En daar wil ik absoluut niet aan meewerken.
U wil niet aan meewerken, maar wat doet u dan voor de partij? Bent u gewoon, hoe noem je dat? Ik doe voor Suriname, ik doe voor de staat Suriname. Wat doet u voor de staat? Als je een hoop, ik breng bepaalde mensen bepaalde dingen bij. Ik heb mensen ook gezegd dat IMF door moest gaan. Sommige mensen, ook in de regering, waren tegen IMF. Ook in de coalitie tegen IMF. Maar ik ben ze blijven ondersteunen om ze te zeggen van... dit is de weg die we moeten gaan. Er is geen enkele andere weg dan de weg van IMF... met onze lokale deskundigen... en proberen dit land op het juiste spoor te zetten. En kijk maar wat er in Barbados gebeurd is. Kijk maar wat er in Jamaica gebeurd is. Ja, wat is daar gebeurd? Dat is CARICOM, een beetje ver van mijn bedshow hier in Europa. Misschien dat u een kort uitleggen wat in die landen gebeurd is. Eilanden, Barbados, Jamaica. Kijk, in Barbados zijn de overheidsfinanciën zijn veel beter in balans aan het komen. En ze zijn ook bezig hun productieprocessen en hun productiedenkend beleid aandacht daaraan te schenken. Ze hoeven niet meer monetair te financieren, zoals wij dat ook hebben gedaan. Want iedereen kon dan een minister zijn. Kijk, in de tijd toen ik met Finne en Hildenberg en Telting bezig was, hebben wij keihard gevochten om die makkelijkheid niet toe te passen van ga maar in de kluis en gooi geld op straat en dan heb je rekeningen betaald. Jarenlang heeft men dat gedaan. Maar gelukkig is dat nu voorbij. In Jamaica zien we namelijk dat ook daar een nieuwe leider is opgestaan die ervoor zorg draagt dat bepaalde laten we zeggen financieel-economische parameters veel, veel beter benaderd worden. Niet denkende dat je als politiek alles kunt bepalen en alles kunt doen. Want een president heeft ook zijn beperkingen volgens de wet. Een minister heeft ook zijn beperkingen. Maar vaak zie je namelijk dat in de politiek, met name in Suriname, met die vorige regering, en sommige mannen misschien nu ook, misschien in mindere mate, dat politiek kan bepalen alles aan je. En dat is zo. Een president is geen, hoe noem je dat weer, een monetaire autoriteit. Hij moet gewoon luisteren, hij moet kijken naar de adviezen die hem worden gegeven. Hij heeft niet het laatste woord. Een president is president om mensen te helpen coördineren om het goede voor de staat Suriname te doen. Niet dat hij van tevoren een stom iets uitkrijgt en dan moet iedereen hem volgen. Dat ben ik sowieso niet. Binnen de NPS heeft men dat ook geweten. Daarom was het een geweldige tijd met Finne. Je kon op hem rekenen. Als we met elkaar hadden gesproken 2:00 PM, als hij me 3:30 PM zou bellen, dat hij weer hetzelfde zou zeggen. En niet met zijn trickjes zou komen op je. Begrijp je? Kijk, ik heb meegemaakt dat ik voorstel om bij wijze van spreken een bedrijf als Newmont om 40% van de aandelen in handen te krijgen voor de Surinaamse staat. Maar betekent gewoon dat je allemaal combinatie. Het gaat niet interessant zijn voor die multinational. We moeten genoegen nemen met 15%. Dat zijn de dingen die je hebt meegemaakt en meemaakt. Omdat vele mensen in Suriname kleine agentjes zijn van buitenlandse maatschappijen en de kruimels bereid zijn op te pakken. Daar heb ik geen boodschap aan. Begrijp je? En kijk maar wat er in Argentinië ook gebeurt rond IMF. We kennen de problemen ook die Brazilië heeft gehad. Dus we hebben nu een heel goed kader waarnaar we kunnen kijken en tot het besluit moeten komen dat deze weg de beste weg is voor ons. En ik ga het in een envelop zetten dat als deze regering geen stommiteiten uithaalt, politieke stommiteiten, dat ze wel iets kunnen bereiken. Dat ga ik in een envelop deponeren en het geven aan iemand om het te bewaren. Dan zal over een tijd de enveloppen opengemaakt kunnen worden
En dan zal die regering zelf lezen als ze positief of negatief bezig zijn geweest. Hoe kijkt u naar deze regering? Wat verwacht u? Wat denkt u? Wat ziet u? Middelijk. En zo zijn er een hoop andere dingen waarvan ik zeg van... Je maakt het jezelf moeilijk. Terwijl je successen boekt op bepaalde gebieden, ben je gewoon weg met politieke stommiteiten bezig om ervoor zorg te dragen dat het volk zich tegen je keert. Ik heb samen met anderen hebben we een aantal verkiezingen gewonnen. En die verkiezingen heb je gewonnen niet op basis van alleen politiek tellerij. Maar je hebt ze bereikt omdat het volk boos was. Begrijp je? Dat is gebeurd. Ja. Dus al dit soort dingen moeten in oogenschouw genomen moeten meegenomen worden bij het beoordelen van de regering. En dat doet het volk op de dag van de verkiezingen hoor. Je kan doen en laten wat je wil, maar dit is maar een wanny. Ja, we kunnen ervan praten. Ik bedoel, je kan alles zeggen van het Surinaams volk, maar als het moment daar is om te stemmen, dan stemmen ze je weg als je niet presteert. Is dat wat u bedoelt? Niet alleen prestatie. Uh-huh. Niet alleen, luister goed naar wat ik zeg, niet alleen prestatie. En als je een broodje dan is wel stemgeer. Ja. If you do weer ergens aan die... waarvan zij vinden. Uh-huh. Wat zij vinden hoor, niet dat jij komt uitleggen. Wat zij vinden, dat is voor hun het belangrijkste om de mensen te kiezen. Dus kom je tak ik heb een broodje ouder als Surinaamse rivier, toch de Meijagi? Toch de Meijagi. Ik zeg ondankbaar volk. Nee, ze zijn niet ondankbaar. Het volk is altijd correct. Oké. Het volk is altijd correct. Weet je? Ja. Je kan soms denken van... Ze hebben misschien niet goed geluisterd en niet goed gekeken. Maar het volk is altijd correct. Ja, mooi. En je moet niet in discussies gaan met het volk. Nee, die win je nooit. Nee. Nee, dat is ook onverstandig met het volk. Maar ik tot besluit. Zien wij u terug in de politiek? Moeilijke vraag, nou, ik vind het wel een simpele vraag, heren. Kobi, meneer Kobi. Ik ga zo meteen de studio in. Zeg, je gaat zingen. Je bent kwam poko. Ja, we zijn bezig. Ik heb zeker een jaar of 2-3 voor me om zeker een 14-15 nummers op te nemen. Oh, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nieuwe carrière nog? Het is... Een carrière, dus niet je vraagt als het een carrière, dan denk je direct van je make money. Nee, ik wil een voorbeeld zijn samen met anderen waarmee ik samenwerk. Wat voor hoge kwaliteit we kunnen neerzetten. Mooi. Luistert u maar naar Lomi, luistert u maar naar Dizzy en Drape en nog een paar andere nummers. Dan zult u daarin zien wat ik nastreef. Dat zijn nummers van u? Ja, dat zijn nummers die ik zelf Ik ga u één ding zeggen, man. Al zet je een pistool op mijn kop. Ik heb nog nooit van de artiest Kobi gehoord. En ook nee, nog nee, nooit nee. Een nummer van hem. Atino Oldenstam zingt de nummers. Wie? Atino. Oh, u zingt niet? Oldenstam. U zingt zelf niet? Ik zing zelf ook, maar ik laat het je aan Atino ons. Over. Oké. Ja, ik laat aan Atino over. Wat ik neerpen... Dat doet hij via de microfoon. Ik heb je ook nooit voorbij die naam componist Kobi's voorbij zien komen in Suripo. Ja, je schrijft ook niet. Die is van Lezimiere Kobi toch? Hey, Kobi schrijft van het DC. Ik zal niet zeggen. Ik ga niet zeggen wat u gezegd zullen andere mensen u corrigeren. Nee, corrigeer mij nu. Ik leer dagelijks, man. Heb je een nummer geschreven? Heb je toevallig dingen bij de hand? Ik heb alles hier. Een computer? Dit is een radiostudio. We hebben alles hier. Ga even naar YouTube. Wat voor nummer heb je geschreven?
Lomi. Oké, okay, heb je geschreven voor Siripo? Is hij, nou is het helemaal niet. Kijk even. Van Attino Oldenstam. Ja. Die ken ik, het nummer heb ik een paar keer ingedraaid. Heb je het geschreven? Oh ja, componist Jan van Koblijn. Ja. Ah. Kijk, mijn bescheidenheid is mij door mijn ouders bijgebracht. Okay. En door al die religieuze mensen die om me heen hebben gestaan. En ook in de politiek. Waardoor, minemeki bari, ik heb geduld. Okay. Oh, je hoort hem nu nog? Nee, we horen hem niet. We draaien hem nu. We gaan afronden met Poku van Kobi. Maar de vraag was, wanneer zien we Kobi terug in de politiek bij NPS? Je hebt geen antwoord gegeven. Ik kan niet naar Ilomi direct naar Poku. Maar dat is de bedoeling, dat hij zich beperkt op dit moment tot Lomi. En dan... De antwoord is welkom. Oké. Okay. Hey, dan nog een andere vraag dan. Hoe vindt u dat NPS het doet? Liever geen antwoord op dit moment. Lomi Baka. Hoe vindt u dat? Nee. Vindt u dat NPS het doet? Ik heb liever dat de mensen zelf hun oordeel vellen over zichzelf. Maar u was een van de meest kritische leden van de partij. U zat in de partij en u schopte tegen alles en iedereen. En waarom bent u zo rustig geworden? Ik is wat moe niet, no? No, dat is aan dat net al gingen. Om takkie toch, Kobi, vijf wat tien zijn, ik moet dat niet, no? Nee? Nee, maar Harry, Kobi, u zat veel, dat heb je principeel. Ja. Kobi, voor mij is belangrijk dat het volk het goed heeft. En... ik heb een keuze gemaakt voor de staat Suriname. Dat heb ik altijd gedaan. Hè? Waardoor je niet in bepaalde trechters terecht bent gekomen. Weerheden en alle soorten toestanden. Oké. Dit land, ik blijf het zeggen, kan overnight kunnen een hoop dingen op een goed spoor gezet worden. Overnight. Als je zegt overnight is binnen 24 uur, hè? Binnen 24 uur kan ik bepaalde dingen starten en u gaat direct zien dat er veranderingen gaan komen. U gaat direct zien dat er op den duur iets zal gebeuren. Kijk, iedereen... Nee, kom je nu over praten, jongen, overnight. Wat zou u overnight kunnen veranderen? Noem 2-3 dingen die zegt van, daar heb je geen lange termijn voor nodig, dat verandert u overnight. Noem 2-3 dingen. Het land beter presenteren. Op het gebied van kunst, muziek, cultuur en sport. Weet je hoeveel verbeteringen aangebracht kunnen worden in de manier hoe we ons land presenteren? Als je ziet hoe smerig het is op sommige plekken. Je moet gewoon een team van ambtenaren die te veel zijn geworden en die graag het werk willen doen. Moet je goed betalen zodat de mensen in drie shiften, vanaf 6 uur 's morgens tot de volgende ochtend 6 uur, werken om het land schoon te maken. Als je kijkt naar de kunst, als je kijkt naar Marcel Pinas, wat hij betekent voor de wereld en andere mensen in Suriname en ook misschien wat andere mensen hebben aan mogelijkheden op het gebied van de kunst. Dat zou je overnight ergens kunnen plaatsen en daar toeristen onderdeel van laten zijn. Weet je, dus om het land beter te presenteren. Niet als een land waar we de hele dag alleen maar schelden, sopie drinken en al dat soort toestanden. Maar waarin ook intellectuele dingen en hoogstaande sportactiviteiten worden ontwikkeld. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, ik heb dat idee al een keertje opgeworpen. Zet bij wijze van spreken over het land 10 tot 15 kunstwerken neer. Die allemaal te maken hebben met onze vruchten. Weet je, Pomerakken stil leven daarvan. Zet het in die keri of zet het in Paramaribo. Op het gebied van een nationaal monument. Zet het neer voor de mensen. En op het gebied van productie. Ik zou al die mannen uit de visserij en olie en goud en hout en rijst naar me toe laten kunnen komen en zeggen van heren, voor ons dong,
We exporteren nu op dit moment 3000, bij wijze van spreken, kilo. Hoe kunnen we het brengen naar 15.000 kilo? En vanaf nu werken we met een team van mensen om dat te realiseren. Kijk, we hebben dat grote vlaggenproject. Vele mensen zijn in Suriname geweest en hebben dat vlaggenproject gezien. Dan moet je uitbreiden naar de districten, naar de grenzen, weet je. Wat onderwijs betreft. 2 jaar geleden heb ik die mannen voorgesteld. Van toen het allemaal begon met COVID. Schakel over op onderwijs via computer en al dat soort toestanden. Nog steeds zitten we te bakkeleer. Terwijl sommige scholen het wel hebben gerealiseerd. Waarom kunnen andere scholen het niet? Til is hier zo in feite alles moeten doen om dit te implementeren en op den duur geld ermee te verdienen. Dus zo kan ik je taal van dingen noemen. Look, alle de boys zijn knap ook. Sommige jongens zijn al 30 jaar zijn die mannen op hoeken van straat. Die mannen worden gepensioneerde mensen op straat. Door te staan op hoeken van straat. Ja. Het is zomaar lang hoe we moesten afwang tapuku onderwijs. Dat je met een bus naar die mensen toe ging. En geef die mannen desnoods les over een periode van 5 tot 10 jaar. En geef ze lessen van een kwartier per dag. Begrijp je? En laat die mannen direct examen maken. Nadat ze hebben geleerd waarmee ze bezig zijn. Kijk, allemaal van die unieke dingen die je op een unieke manier moet doen. Om dit land te engageren. Maar if like for the man one pool, Aladdin, then for the Mike Cardeman, dakloze mensen mogen op sommige plaatsen niet meer gaan eten. Zo'n besluit kan je niet nemen. Dat noem ik politieke stommiteit. Want je hebt niet te maken met mensen die helemaal bij zijn van wat er nog, weet je, zich verder op een fatsoenlijke manier aan het ontwikkelen is. Maar dan ben je tegen de man, dit mag niet. Volgens die mannen ervoor hebben gezorgd dat ze alternatieven creëren voor de mensen. Ik kan restaurants en houders begrijpen als ze zwervers weren van hun establishment. Ja, maar je moet... Kijk, ik begrijp hun positie, maar het is taak van de overheid om beide partijen bij elkaar te brengen. Maar je gaat niet tegen daklozen zeggen van, je mag niet meer eten op de hoek van de Heilige Weg en de Keizerstraat. Wat voor onzin is dat? Dan moet je een andere plek voor ze creëren. Ik hoorde vandaag in ABC iemand een voorstel doen van, dan moet je desnoods een nieuwe plek creëren en daar direct doktoren hebben, weet je, et cetera. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn dakloos? 80, 100 mensen. En we kunnen niets voor die mensen doen. Ja. En al ons goud gaat weg. Is een brevet van ongeschiktheid, man. Oké. Okay. Ik word van acte. Ik wil u danken voor uw tijd en toelichten, meneer Kobi. Toch, ik kies u. Je loopt niet op. Dan gaat dit bericht, dit nieuws. Ik denk, we moeten eens een keer over praten. Ik wil u danken en ik ga eruit met... Laumi, gezongen door Artino Oldestam, compositie van John Kobi van Koblijn. Dankjewel, Mr. Kobi. Dank je, bedankt. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvastradio.nl.